Vandaag in het rondje Flevoland Lelystad, samen met Ed Rentenaar, wethouder. Voor mij heel bijzonder, want ik ben natuurlijk 3 periodes hier wethouder geweest. Ik heb ooit ook toerisme gehad, met Ed in het college gezeten. En ik vind het heel mooi om vandaag eens te gaan kijken wat er in 1,5 jaar gebeurt. Dat is nu qua toerisme, wat voor ontwikkeling Lelystad ook doormaakt. Jachthaven Lelystad Haven. Jachthavens moeten natuurlijk wat. Toeristisch product moeten ze echt veranderen. Ze hebben hier niet alleen grootse plannen, maar ook heel reële plannen. Wonen toe te voegen, veel recreatiemogelijkheden toe te voegen. Meer toeristen te trekken, gebruik te maken van de evenementen. En ze zijn eigenlijk al concreet begonnen. Er wordt gebouwd en vanaf het volgende seizoen zie je nog weer meer toeristische aantrekkelijkheid. Volgens mij echt een gouden greep om het zo aan te pakken. Lelystad Haven, het oude werkeiland, is altijd al een icoon van Lelystad, want hier is het allemaal begonnen. Maar wat ik leuk initiatief vind, is dat de gemeente een van de huisjes gekocht heeft. En daar willen ze toch iets van een museum gaan vestigen. En dat is toch hartstikke mooi, dat we een plek erbij hebben die een deel van de geschiedenis van Flevoland vertelt. In ieder geval die van Lelystad, maar wie weet. Nieuwland gaat daarmee aan de slag. Dus gaat ook echt deel uitmaken, ik zal maar zeggen, van als Nationaal Park. Een mooie lood die het verhaal vertelt. Dus ik ben benieuwd als we hier over een tijdje terugkomen of het museum dan open is. Stad, unieke plek natuurlijk, naamgever van het gebied. 3 miljoen bezoekers, meer dan 3 miljoen. Ja, wat we natuurlijk willen is die hefboom in beweging krijgen, waardoor die bezoekers ook elders in Flevoland de toeristische attracties bezoeken. Nieuw management van Bataviastad is daar helemaal klaar voor. Het Rentenaar gemeente Lelystad ook. Dus met elkaar gaan we daarop inzetten. Nou, dit blijft natuurlijk verder een mooie plek om rond te lopen. Het groeit steeds, zijn perspectieven en nogmaals een ontzettend belangrijke trekker voor Flevoland.